Hey, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag. Even kijken. 16 juli. Het is nu 11:30. Ik heb over een uurtje afgesproken om naar de stad te gaan met Jameer en Kiaar. Dan gaan we lekker even lunchen, shoppen en weet ik veel wat. Gisteren had ik trouwens een feestje van mijn werk. Het was super gezellig. Het is wel grappig, want je ziet letterlijk iedereen zeg maar op werk werken, zeg maar heel hard werken. En dan zijn ze in de avond en dan waren ze ineens lam, weet je wel, een soort aangeschoten, hè? Kapot grappig om dat te zien. Ja, dus ik ga me zo meteen omkleden. Ik ga dit even opruimen en dan neem ik jullie mee in mijn week. En inmiddels ben ik helemaal klaargemaakt. Dit is wat ik aan heb, deze H&M trui met Eternal of zo erop, je kan. Die komt van de H&M. De broek is ook van de H&M. En dan heb ik mijn fans aan. Dus ik ga er nu vandoor. En ik neem jullie gezellig met me mee. Nog geen 5 minuten in de stad. En we hebben alweer wat gekocht. Wij zijn zo lekker bezig. Hashtag not. Not. Waar gaat ons geld naar uit? Aan eten. En bij mij aan truien. En bij jou, Kiaar? Eten en kleding. Mooi. En bij jou, meer? Voedsel. En kleding. Oh god, allemaal hetzelfde. Nou, lekker, we gaan nu naar Moeke lopen. Oké, we zitten dus nu in Moeke. En er is zeg maar zo'n app, zo'n face app, whatever, nu helemaal hyped. En dan kan je oud maken. Nou, willen jullie mij zien? Dit is nu, hoe ik er nu uitzie. Heel knap en mooi. En dit ben ik. En dit ben ik dan. See the difference. Ja. Yara, wat doe je? Oké, ik ga kijken jong. Doe met baard. Oh nee, dat heb je niet toch al. Een keer? We staan nu bij de grachten van Delft en hier gaan wij shooten. En Kiara heeft het zomertje in de bol. Ja, ik ook. Jamira is daar tussen middenin, nog net niet koud warm. Ik heb het bloedje heet. Hut. Hut. Dus we gaan lekker foto's maken en jullie gaan zien hoe wij dat doen. Hashtag behind the gram. Kunnen zien, ben ik weer thuis en ik heb mijn H&M bestelling binnengekregen die ik had besteld. Ik heb ook nog wat leuke dingetjes vandaag gekocht. Dus dat wil ik jullie allemaal even laten gaan zien in deze shoplog. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag en ik ben gisteren helemaal vergeten om mijn geshopte spulletjes te laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb bij de H&M in de winkel geshopt natuurlijk. Maar ik had ook een bestelling geplaatst op hnm.nl en dat kwam gisteren ook binnen. Dus dat wil ik jullie even laten zien. Laten we beginnen bij de H&M in de winkel. Als eerste heb ik namelijk een trui gekocht. En ja, ik koop veel truien, maar ik koop ze ook alvast voor de winter. En dat vind ik heel erg leuk. En gisteren was er trouwens ook een actie dat je bij de H&M zeg maar op alle sale nog eens een keer 50% kreeg. Dus eigenlijk was ik best wel cheap uit. Nou, als eerste heb ik deze zwarte hoodie gekocht met daarop een hele leuke gouden tekst. Er staat op Come On District en deze was officieel 5 euro en nu nog maar 2,50. Dus die gooi ik op mijn bed. Dan vervolgens heb ik... deze hele leuke legerbroek gekocht. Superleuk. Deze was 10,99 en nu nog maar 5,50 euro. Dan heb ik als laatste in de winkel heb ik deze hele leuke
Garfield trui gekocht. Die vond ik heel erg leuk en die wilde ik heel graag hebben. En die was eerst 16 euro en nu nog maar 8. En dan gaan we nu over op de H&M site. Als eerste heb ik deze trui gekocht. Deze grijze trui. Ik had hem zeg maar gekocht omdat ik een matchende joggingsbroek hier heb. Van heb. Dus ik dacht, nou, leuk setje, gezellig. Deze was 10 euro. Toen heb ik een rode trui gekocht. En dat is deze. En er staat op het het jaar van het varken. En op de achterkant staat ook heel groot het Year of the Pig. En ik vind het een beetje zo van wildcats everywhere. Wake up, hands up in the air. Let's go do it. Van House Musical. Dus die heb ik gekocht. En dan heb ik niet één, niet twee, maar drie streepjes shirts gekocht. En het zijn allemaal een beetje dezelfde. Het zijn allemaal dezelfde, maar dan andere kleuren. Deze heb ik gekocht. Super leuk. Met hier het Disney logo erop. Super leuk. En deze was volgens mij maar 5 euro. Toen zag ik hem in het rood. Toen dacht ik, ja. Toen zag ik hem, ik zag hem eerst in het rood. Toen ging ik naar onder kijken, zeg maar. Dan kan je zeg maar ook andere modellen zien. Andere kleuren en zo. En toen zag ik ook nog dat ze hem in het zwart-wit hadden. Dus toen vond ik hem ook wel heel erg leuk. En deze was ook 5 euro. Super leuk. Ik vind hem vooral de mouwen heel leuk. En vooral het logootje weer. En toen dacht ik, weet je Jame, ze hadden 3 kleuren. Rood, zwart en groen. Voor 5 euro per stuk. Dus ik dacht, nou weet je wat. Dan neem ik groen daar ook nog gezellig bij. Helemaal lekker leuk in de Disney sferen. Dus dit was alles wat ik heb gekocht bij de H&M online en in de winkel. Ik ga jullie zo meteen meenemen naar de stad. Want ik heb namelijk afgesproken met Ian om even te gaan lunchen, te shoppen, te kijken, foto's te maken. Echt super veel zin in. Dus ik neem jullie mee. Maar eerst ga ik me ready maken voor de dag. En ik loop in de stad. Dit is mijn outfit trouwens. Dit Disney shirtje. De broek. H&M. Fans. En ik ben met Ientje. En Ines voelt zich erg ethisch vandaag. Oh, leuke bril. Heb je die nieuw? Mm-hmm. Oeh, waar heb je die gekocht? Zet ik een outfit video voor je maken? Ik denk dat ik nu wel tegen de zon zit te filmen, of niet? Film je tegen de zon in? Ja, ga je. Moet je hier gaan staan zeker. Zo? Ja. Ben ik weer thuis. Ik zit lekker in de souterrain achter mijn laptop met een glas cola. Zit ik de video die jullie nu zien, zit ik al voor een deel te bewerken. Het wordt letterlijk een vlog van dinsdag tot en met vrijdag, want het hele weekend moet ik werken. Dus dan ben ik, weet ik ook niet wat ik dan ga doen. Ik weet het echt niet. Misschien heb ik dan weer ineens fut om te vloggen, misschien ook niet. Dus hou vast, dinsdag tot en met vrijdag. Dat kunnen jullie nu allemaal gaan zien in deze vlog. Het was super gezellig trouwens met Ian vandaag in de stad. Ik heb het echt even naar mijn zin gehad. En er waren wel wat momenten dat ik echt denk, oh my god, misselijk en zo. Maar hè, het is allemaal goed gekomen. Ik ga lekker editen. En ik heb er zin in. Ik was dus aan het editen. En toen kwam ik er dus achter dat de beelden van donderdag en vrijdag weg waren. Maar ik moet jullie ook nog wat vertellen. Ik weet het niet zo goed met de vlogs. Ik vind de vloggen hartstikke leuk om te doen. Alleen ik merk wel dat ik af en toe de behoefte niet heb om mezelf te filmen. En dat heeft iedereen. Want ik heb de afgelopen paar weken heb ik echt niet lekker in mijn vel gezeten. Dat heb ik niet verteld op YouTube, maar dat weten jullie nu. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik voelde me niet top, fit, whatever. Ik had ook even tijd nodig voor mezelf. En ik was wel blij dat de vakantievlogs gewoon doorgingen terwijl ik me niet lekker voelde. Kijk, het is ook niet leuk voor jullie om naar te kijken dan naar de vlogs. En ik weet ook niet hoe ik dit moet zeggen eigenlijk. Ik voel me gewoon zwaar kut op dit moment. Nu gaat het wel beter, maar voor een paar weken geleden voel ik me echt heel kut. En soms denk je ook van, ja, wat moet je veranderen aan jezelf en dit en dat en zo. Maar op dit punt ben ik gewoon gekomen dat ik
ook even getwijfeld heb om überhaupt ermee te stoppen. Maar ik vind YouTube zo leuk. Dus ik dacht, nou, ik stop er maar niet mee. Want ik heb er heel veel plezier uit gehaald. En heel veel dingen mogen doen. Het lijkt me ook een speech gegeven van, oh my god, laatste afscheid. Joepie. Nee, maar zo is het niet. Maar ik zie gewoon aan mezelf dat ik tijd voor mezelf nodig heb. En dat ga ik zeker even doen. Dus ik weet niet wanneer de vlogs weer terugkomen. Maar snel. Dus voor bij deze sluit ik de vlog ook af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om naar te kijken. Doe vast die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!